is Roda uit. Dat is een hele belangrijke wedstrijd. Ja, dat kun je wel zeggen. Hele slechte start van een competitie voor ons, denk ik. Maar ja, we moeten niet van in de war raken en dan bij Roda toeslaan, denk ik. Niet in de war raken, dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, dat klopt. Maar de intensiteit op de training is hoog. Iedereen werkt hard en ik denk dat dat het enige is wat we op dit moment kunnen doen. En ik denk dat als we zo doorgaan, dat de resultaten vanzelf komen. Ja, ik denk dat het niet te lang moet duren voordat mensen echt chagrijnig gaan worden. Merk je daar überhaupt iets van? Ja, je merkt natuurlijk wel om je heen. Alleen, ik denk dat hetzelfde geldt voor ons. Wij willen het liefst ook zoveel mogelijk punten binnenhalen. En ik denk dat wij het zelfs het meest mee zitten. Dus aan ons de taak om daar verandering in te brengen. Ook Roda heeft nog geen punt gepakt, dus dat kan je voordeel of je nadeel zijn natuurlijk komende zaterdag. Hoe is die ploeg te verslaan? Roda is een ploeg ten opzichte van vorig jaar dat ze toch meer druk willen zetten. Vorig jaar hielden ze het eigenlijk heel erg dicht. En ik denk dat wij wel een ploeg zijn die de ruimtes kunnen benutten die zij laten. Dus daar moeten we naar op zoek, denk ik. Hoe erg snakken jullie naar die eerste punten, eerste overwinning misschien zelfs wel? Erg uiteraard. We hebben bij Vlaag niet goed gespeeld. Tweede helft tegen ADO. Denk ik dat we een stuk sterker waren. Dat is ook iets waar we deze week mee verder gingen. En ik denk als we daarop voortborduren en we dat zien tegen Roda. Wat ik net al zei, dat het vanzelf komt. We hebben al de vinger op de zere plek weten te leggen. Hoe kan het nu dat je de competitie zo slecht begint? We hebben een roemoerige voorbereiding gehad, denk ik. De groep was pas laat compleet. Dat mag uiteindelijk niet het grote excuus zijn, maar het speelt natuurlijk wel mee. Tegen ADO verliezen we, maar denk ik dat we recht hadden op meer en is het gewoon zonde hoe we dat weggeven. Dus we moeten ook niet daar te veel meer mee bezig zijn of terugkijken en gewoon de volgende wedstrijd benaderen en vol gas gaan. En dat is het enige wat we kunnen doen. Is dat met Tom Haaien in de basis? Weet je het al? Ja, dat is met mij in de basis. Het was hem ene keer wel, de ene keer andere keer niet. Heb je idee dat je nu echt je plekje hebt veroverd in de basis 11 bij Willem II? Ja, het was voor mij ook een stroeve start. Maar de laatste wedstrijd heb ik wel gespeeld. En ik voel me goed. Ik zit er goed in. En dat neem ik mee naar de wedstrijd van morgen.